Hè? Mooie bal. Mooie bal. Ja. Rare tijden, hè? Met die economie van ons. Ja, hadden wij economen nooit durven dromen, hè? Dat het nog eens zo slecht zou gaan. Hm? Ja, want wat moet je zeggen als het goed gaat als econoom? Ja, dat het goed gaat, zo wat. Maar nu met die crisis? Nee, economen zijn zo gauw nog niet werkloos. Als je ziet wat de collega in korte tijd aan onzinplannen en natte vingerprognoses op tafel leggen. Nou, je gelooft je ogen niet. Professor Heertje natuurlijk met zijn boek over de werkeloosheid. Door 25 anderen in elkaar gepletterd, maar goed. Professor Kruimeltje van huilen tot ruilen. Die wil het hele geldverkeer afschaffen. En overgaan tot een primitieve economie van gelijk oversteken. Professor het mannetje uit Rotterdam. Die wil juist omhoog met die rente op de staatsleningen. Die wil nog meer geld in omloop brengen. En dan natuurlijk wat kanongebulder van Eppo Mooi Weertje. Was te verwachten, nog geen bal veranderd sinds een kort tijd. Hoe die daghoutje speelde met de groenen, maar goed, dat is een ander verhaal. Al met al maken mijn collega het mij bijzonder moeilijk een eigen invalshoek te vinden. Kijk, heb ik eenmaal een invalshoek en pleeg ik wat belletjes. Nou, dan heb ik in een weekend toch zeker 200 pagina's believable waanzin bij elkaar. Ja, eens even denken. Pak wel. Iedereen maakt zich natuurlijk het meeste druk om dat hoge percentage werkelozen. 10% in 1985 is natuurlijk niet niks. Hoe krijg ik dat hoge percentage naar beneden? Ja, dat zou natuurlijk kunnen door de bevolking juist te laten toenemen. Wacht even. Ja, wat betekent dat dan economisch gezien, die grotere gezinnen? Ik sluit natuurlijk aan op een trend die nu gaande is. De nieuwste prognoses laten zien dat die bevolking wel degelijk wil groeien. En voor het gezin betekent dit bijvoorbeeld dat moeder de vrouw het veel te druk thuis krijgt. Ja, die moet haar baantje laten schieten. Dat is dan het stuk banenplan in mijn theorie. Niet zo gek. Wacht even. Ja, naarmate er meer kinderen komen, staakt de leegloop van de lagere scholen. Blijft de kinderbijslag niet gekoppeld aan de hoogte van de lonen. Pak bal, joh. Dan kan een werkeloze met 6 à 7 kinderen daar best van draaien. Geef maar bal. Niet gek, ik zit op een spoor. Maar het belangrijkste is natuurlijk de mentale opkikker voor het nationale gevoel. Want bij een verdubbeling van de werkeloosheid hebben wij in 1985 bij mijn bevolking van 20 miljoen nog altijd een percentage van inactieven van maar 5%. Ja, dat is niks. 5%. Dat is een verhaal waar ik mee aan kan komen. Ik zit op het spoor. Ja, wacht even. Nou, nog even een pakkende titel. Hè, hond? Pak bal. Even denken, iets kort maar krachtigs, iets dubbelops ook. Zoiets als, het gaat om de gemeenschap, zoiets. Hè, met de tweede titel, Nationaal Dekkingsplan of Nederland er weer bovenop in 9 maanden. Niet zo gek. Dat wordt wat. Hondje pak bal. Kom eens hier met die bal. Hè? Kom maar. Kom maar, baasje gaat boekjes schrijven. Hè? Kan baasje weer nieuwe brokjes kopen. Kom eens hier met bal. Baasje kan nu nog even spelen.